En de Nationale Assemblee heeft vanmorgen voor haar leden een Disaster Risk Reduction Workshop gehouden. Volgens Jenny Simons, parlementsvoorzitter, geeft de Verenigde Naties aan dat er geen natuurlijke rampen bestaan, maar wel natuurlijke waarschuwingen. Simons zegt verder dat Suriname wijzigingen heeft ondergaan van risico's naar rampen. Na een ramp wordt er daarover ook gediscussieerd in de Assemblee. Parlementen moeten zich ervan bewust zijn dat ze een rol hebben hierin. Daarom is het belangrijk dat ze meegaan met het bewustwordingsproces, zegt de parlementsvoorzitter. In Suriname hebben we toen gedacht, we nemen iedereen mee. We vragen niet één deskundige om voor het parlement een lezing hier te komen houden of een presentatie. We beginnen gewoon met elkaar als parlement, met de regering, de verschillende ministeries, met de regionale besturen, om te kijken naar het risico op rampen. Daarmee geven we ook invulling aan waar wij ons aan hebben gecommitteerd. Internationaal in onze regio, we zijn lid van parlement CAS en we hebben alle parlementen gevraagd om dat te doen. Dus het is goed dat we het doen. Maar het is vooral in het belang van Suriname zelf. Wat hoop ik nu voor vandaag te bereiken? U zal eerst algemene introductie krijgen in rampenrisico's, standaard framework en wat het allemaal inhoudt. Maar daarna horen we de districten zelf. Parlementsvoorzitter Jennifer Simons. Jerry Slijngaard, coördinator van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR, is blij met het initiatief van het parlement. Hij zegt dat de workshop op het juiste moment is gehouden, omdat er laatst enkele rampen hebben voorgedaan te Ornamibo en in Nikeri. U hoort ook Thea Smit, directeur van het Surinaamse Rode Kruis, die aangeeft wat het Rode Kruis doet in tijden van crisis. Toen wij met NCCR begonnen, ongeveer 14 jaar tot 15 jaar geleden, vroeg iedereen als ik gek was in mijn hoofd. Want in Suriname kenden we geen rampen. Het ergste wat ons kon overkomen was een sedimentatie die aan het eind van de regentijd meestal kwam. En dat leidde natuurlijk ook weer de regentijd. Terwijl we bezig waren dat te doen, kregen we 2006. De hele grote overstroming in het binnenland. De workshop gaat over disaster risk reduction, zoals het is meer dan logisch dat wij aangeven wat we ondertussen allemaal hebben gedaan. We hebben school safety programma's uitgevoerd, scholen getraind om rampenplannen op te stellen om te weten wat we doen als er sprake is van een ramp op school. Safer houses programma, dat hebben we toen ontwikkeld samen met Canada om waarbij we een aantal huizen eigenlijk bestand hebben gemaakt tegen rukwinden. Preposition stock, dat zijn onze container warehouses die we hebben in Amsterdam, Wageningen, Albine en Witsanti. Community resilience, dat zijn community disaster response teams die we hebben. Thea Smit van het Surinaamse Rode Kruis en daarvoor zag hij Jerry Slijngaard, coördinator van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR. Ze spraken vanmorgen tijdens de workshop Disaster Risk Reduction, georganiseerd door de Nationale Assemblee van Suriname.